Hallo mensen, wat leuk dat jullie weer kijken. Het is een iets andere video dan normaal die ik maak. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een beetje moeilijk om het erover te hebben. Ik heb deze video ook al 35 keer opgenomen. En elke keer gaat het weer verkeerd. Ik durf niet eens in de les te kijken. Ik vind het heel eng. En ik vind gewoon dat het is heel moeilijk voor mij deze tijd. Ik durf gewoon niet eens meer naar buiten. Maar ik ga het wel gewoon doen. Gewoon niet leuk meer, man. Tot zover de intro. What's good, Kelvin? Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Cal Vlippel. Ik ben er weer van jullie, zoals van ouds, behalve het hoofd. Want ja, mijn kop is fucking rood. En dan ga je waarschijnlijk aan ergeren. Even voor het idee. Alles is rood. Alles is rood. En mocht je nou afvragen hoe dat kan, nou ja, dat ga ik je niet vertellen. Het is een geheimpje. Maar ik ben naar de zon toe geweest voor een nieuw project. Iets episch, iets fantastisch. Het gaat in de komende weken, wat zeg ik, de komende dagen gebeuren. Dus hou me lekker in de gaten. Tot die tijd mocht je afvragen wie de fuck dit is. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. Ik ben hier om jullie weer eventjes aan het lachen te maken, want dat... Oh, oh. Dat doen we tegenwoordig en dat is fijn en ik haal je even uit je dagelijkse sleur en we gaan er wat moois van maken vandaag, namelijk met betrekking tot het onderwerp Temptation Island. Ik zie trouwens nu pas dat hier een Action tas staat, al de hele tijd. Sponsored! Hashtag Spon by Action. Heb jij altijd al hele gave dingen willen kopen? Doe dat dan vooral niet bij de Action, want het is een prijsknaller. Goed, even terug naar het onderwerp van vandaag, namelijk Temptation Island. Jazeker, hetgeen wat heel Nederland wederom in zijn ban houdt. Dat is niet eens een zin. In zijn ban. In de ban is van... In zijn greep. In de ban is van zijn greep. In de greep houdt. Bannen. Ban. Banga style. Wop, 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 woppa Gangnam. In zijn greep houdt. Heel Nederland is tegenwoordig weer helemaal hot op de boter op iedereen in Temptation Island. Oh nee, niet echt. Het is exact het tegenovergestelde. En mocht je nou niet weten wat Temptation Island is, dan zal ik je het nog even haarfijn uitleggen, dames en heren. Het is een programmaatje waar ik een aantal keren voor ben gevraagd om mee te doen, waar ik nee op heb gezegd. Want ja, ik doe niet aan die shit, weet je. Ik ben niet die guy die zulke soort programma's gaat doen om bekend te worden ofzo. Want ja, de 1 miljoen abonnees zeggen al genoeg. What's good, Kelvin? Maar er zijn mensen die meedoen aan een programma om hun relatie te testen. En dan komen er allemaal verleiders naar het eiland toe om ze toch te verleiden. En dan is het, oh nee, ik heb je horen zoenen met iemand. Het was niet zoenen hoor. Nou, ik heb het gehoord. Het was echt, ja hoor, dit was gewoon, je hebt toch al lopen bekken, man, met de fokkaal. Nee hoor, ik heb helemaal niet gedaan. Ik ben echt braaf. Nou, ik heb de beelden, laten we even kijken. Oh nee, maar dat was niet, dat was iemand anders. Heel rare gefilmd is dit. Oké, is goed, ik hou nog steeds van je, we blijven bij elkaar. Dat is een beetje het hele programma. En dan zag ik een aantal dingen voorbij komen van Temptation. Waar ik eventjes naar zou willen kijken samen met jullie. Dingetjes die misschien jullie nog niet gezien hebben. Dingetjes die... Nou, ik vind het... We gaan gewoon... Fuck it. We gaan gewoon kijken. Maak kennis met de verleidsters van Temptation Island 2019. Let's go, papies. Busy. Ben ik de enige die het opvalt dat ze met Lizzie beginnen, terwijl Busy zingt. Dus zo is er iemand geweest die dacht, ja we gaan Lizzie, gaan we bij dat stukje doen dat Busy zegt. Dat is grappig, want dan denken misschien mensen dat hij Lizzie zegt. Lizzie! Nou, dat werkt niet, pa. Doe het voor me, doe het laag. Oké, wil je dan even uit de zee komen en dan omdraaien en dan zo, alsof je zeg maar een, ja, dat. Oké, het mooie vind ik gewoon, als een vrouw dit doet, dan is het een soort van geil of zo. Dan denken mensen, oké. Als een man dit doet, is het gewoon, dan denk je, waar ben je mee bezig? Niet moeilijk voor je, doe het traag, traag. Nou, Emma! Ik ken Emma van achter de bar, jazeker. Ze werkt bij, bij kroeg in Den Haag. Genaamd de Emma. Comedy! Ach, lach, 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 lach. Oh jee. Doe ik het goed?
barvrouw. Wat is het met al deze barvrouwen? De productie van dit programma is gewoon naar een random bar gegaan en heeft gewoon gezegd: hey, even allemaal aandacht. Wij zoeken een paar lekkere wijven die een temptation willen spelen. Wie wil? Al die barvrouwen denken natuurlijk, ja, fuck it. Ik verdien geen reet bij deze bar. Ik ga wel gewoon mee naar Temptation. Dan krijg ik 6 euro per uur in plaats van 3. Doe het voor me, doe het laat. Armanda. Zonnecenter medewerker. Oké. Ik heb een Armanda nodig in mijn leven. Want deze verbrande kop. Dat moet niet weer gebeuren. Gooi je face omlaag, laag. Gooi je billen omhoog, ja. Schatje, laat je gaan, gaan. Schud je heupen los, ja. Zet je body aan het werk, laat je body... Aline, ik moet zeggen, je mag dan wel 18 zijn, 4 jaar jonger dan ik, maar ik voel me gewoon 13 als ik naar je kijk. Als ik deze vrouw zie, denk ik, yo, dit is gewoon een volwassen vrouw. Ik ben te jong voor dit. 18 jaar! Aileen heeft ook het hoofd alsof ze voor altijd die Instagram filter heeft met die grote ogen. Dat is wel een compliment. Trillen. Shit, haar billen is buitennaats, net een ruimtefilm. Gooi je face omlaag. Gooi je billen. Ik zou haar wel, ja nee, ik zou haar wel een knuffel kunnen geven. Daar ben ik eerlijk in. Vanaf hier kan ik je vertellen dat de vrouwen er niet per se op vooruit gaan. Dus ik bespaar je de rest. Ik ben nu al groot fan van Aileen. Aileen is mijn favoriet van dit seizoen. Dat. Het is tijd voor de mannelijke verleiders, papies en papinnen. Dit is altijd interessant, want ik ga er altijd wat van vinden. Maar tegelijkertijd hebben ze allemaal het lichaam waarmee ze mij gewoon in één klap kapot kunnen maken. Dus ik moet altijd een beetje oppassen wat ik zeg met deze mannen. Beginnend bij Gaten. 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 Ik weet het niet. Sorry. Jamie Barman. wat is er met al het barpersoneel in dit programma? Het is allemaal. Iedereen komt even achter de bar weggetrokken. Wat is er gebeurd daar? Wat. Wat was dit voor shot? Ah, je kan dit shot niet maken. Dit mag niet. Ik ga toch ook niet hier staan? Ik ga toch ook niet hier staan? En ik durf het niet eens. It's time to stop. Nee, ik verdik het. Oké, ik doe het wel. Ik ben eerlijk met je. Dat kan je niet maken. Wauw. Timone, koerier. Dag Timone. Ik ga niks van jou zeggen, want je maakt me in één klap kapot. Dus we gaan door naar de volgende. Jietse, goeiedag Jietse. Havenarbeider. Nou, wat mooi Jietse. Nou doe je mee aan Temptation Island. Mooi man. Jietse, doe mee op het al gehoord. Jietse, doe mee aan dat Temptation Island. Nou, nah, stikke mooi man. Hartstikke idee. Weet je wat een kut is? Elke keer als je hier naar kijkt, je hebt droge lippen, dus je doet even zo. Dan voel je je gewoon smerig. Dan voel ik me gewoon ranzig. Dat ik naar die kerels kijk en dat ik echt zo... Ik heb het ook al een paar keer gedaan, deze video. Dus waarschijnlijk gaat de editor er even goed misbruik van maken. Dankjewel. Nee, ik doe de hele tijd met mijn lippen die shit. Nee, ik kapte me. Ik durf het niet meer. Mijn lippen zijn gewoon droog. Oké, okay. Mijn lippen zijn gewoon kapot. Ik ga gewoon iets anders kijken. Ik heb nog genoeg materiaal. Even kijken. Kennis maken met de koppels. Dat wel mooi. Je doet aan Temptation Island. Ja. Ik ga alles een beetje. Oeh, dit is een smerig zoentje hoor. Hey. Hij zuigt er helemaal leeg. Dit is niet. Lekker. Met zijn de genegenheid, de warmte, maar ook domdoenerij. Waar is de ondertiteling? Ik begrijp het niet. Ik snap de helft niet. Wat zegt zij? Domdoenerij. De omvunerij? Domdoenerij. Domvoerderij? Hè? Domboerderij? Domdoenerij. Domboerderij? 7 maand, bijna 8. Dus. Milou, hè? Milou, die heeft miloenen. Kom er! En weer door. Wat de verleiders onweerstaanbaar vinden. Nou, Rojo gaat een van die chickies zeggen. Grote penis kan ik echt niet omheen. Daar moet ik gewoon op gaan zitten. Let op, watch my words. Met een mopje kan je veel doen, ja. Dan breek je al de stelte, zo dat strakke. Dan is het al direct wel losser. Tattoos? Zei iedereen iemand
Tattoos, motherfuckers! Zei er hier iemand? Tattoos, motherfuckers! Zei er hier iemand? Tattoos, motherfuckers! Dat mag er wel wat redelijk zijn, zo armen en zo. Ik vind het echt onbestaan als een jongen lekker rookt. Wat zeg je? Als een jongen lekker rookt. Rookt? Als een jongen lekker rookt. Wat is het met het spraakgebrek? Jij bent gewoon Nederlands. Rookt of ruikt? Ik vind het lekker als een jongen rookt. Als hij stinkt moet je niet hebben. I'm out. Ik moet heel even... Nou jongens, we gaan verder met de video. Aileen, als je wel, bel me even. Ik vind dat ik echt onweerstaanbaar vind. Nee. Niet eens penis. Er is niet eens penis aan bod gekomen. Zitten we niet in vandaag. Niemand die je vertrouwt. Ik heb nog een beetje tussen elkaar. Stop ermee. Jij moet niet in de smaak vallen. Waarom kijk je zo naar me? Je mag dat niet doen. Zwichten de koppels voor de verleiding. Wacht even, wat is dit nou? Wat is dit? Ik ben maar een minuut aan het kijken. Het enige wat ik een beetje zie qua spanning is dit shot. Wat is dit? Dit is een hand op een schouder. Een hand op een schouder. En dan gaat ze daarop inzoomen ook. Echt zo, nou, dit is niet normaal. Hij legt gewoon een hand op een schouder. Nou, ze flipte, ik ben helemaal gek. Ik ben helemaal gek. Als ze dit uitlichten, dan weet je gewoon dat er niet heel veel boeiends gaat gebeuren dit seizoen. Maar dat is mijn visie als programmamaker op deze trailer. Zwichten de koppels voor de verleiding. Ik heb het ook echt moeilijk. Weer een hand op een schouder. Het is toch helemaal niet boeiend? Fucking meisje. Oké, nu wordt het interessant, papies. Nu wordt het leuk. Dit is wat we willen zien. Mensen die wel agressief worden, die zichzelf niet in toom kunnen houden. I love it, man. Blijft alleen achter. What the fuck? Ja, what the fuck, ja. What the fuck, ja. Ja, what the fuck. Ja, 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 what the fuck. Ja, what the fuck. One more time before I go. My power is taking a hold of me. Dat kan ik wel waarderen. Dat einde was mooi. Hij was gaan het genieten in zijn eentje. I need one dance. Garden see my hand. One more time. Ik kan ook zo meedoen. Ik kan ook meedoen aan Temptation. Ik bedoel, hè? Wat ook altijd leuk is, is dat deelnemers van Temptation altijd het verlangen voelen om, jawel, te gaan vloggen. Ze denken, ewa, ik ben nu half bekend. Ik word vlogger. Kijk, koud hoeveel views. Ik zeg je al eerlijk. Nou ja, dat kan ik je vertellen. Dat is ook zo. Tot 6 maanden later en dan is het helaas voorbij. Lisa? Lizzie? Lizzie heeft een vlog gemaakt. Laten we even kijken. Jitske, uw broer... Allee, uw broer had hier... Uw broer ligt hier, ja, oké? Uw broer, ik ga even voor uw broer zorgen. Ja, uw broer ligt hier bij... bij Ja, wat is... Ik heb gewoon... een minuut gekeken. Ik versta het gewoon niet. Ja, broer, ligt hier... Ja, broer... voor een kamp zorgen. Ik ga gewoon ook mijn video's voor altijd zo maken. Ik ga een goed vernuut zorgen en bruh, next keer. Sorry, abonneer op mij. Peace out.